En John kan het ook heel goed op zijn bord. Nou, hebben jullie de agenda bij jullie? Ja, die wou ik dus meenemen van school. Ja. Maar mijn telefoon werd afgepakt. Dus ik was in de kleedkamer en toen gingen we naar boven voor mijn telefoon. Ja. Maar ik was zo afgeleid door mijn telefoon, want ik kon hem eerst niet vinden, dat ik mijn agenda was vergeten. Ik had nog een Ajax-agenda. God, allemachtig. Maar... En mag ik vragen waarom jouw telefoon afgepakt werd? Een nieuwe iPhone voor mijn verjaardag gekregen. Pardon? Een nieuwe iPhone voor je verjaardag? Hoe oud ben jij? 11. Is het normaal dat je als 11-jarige een iPhone krijgt? Is dat geen verwennerij? Ja. Zijn er meer kinderen die zo'n iPhone hebben? In mijn klas, moi. Ik vind het echt te gek voor woorden. Ik ga je moeder daarop aanspreken. Ik wil niet dat jullie zo verwend worden. Hè, Louis? Echt belachelijk. Belachelijk. Ineens kwam ze naar me toe en zei ze, ja, leef maar in. Ja, terecht. Terecht. Volkomen terecht. Waarom neem je dat ding überhaupt mee naar school? Om een beetje daar een beetje indruk te maken. Nee, ook om mensen toe te voegen. Heb je mij ook toegevoegd? WhatsApp? Ja, heb erop mij even een iPhone. Ik ben een grote jongen. Ik heb wel een iPhone. Nee, dat klopt ook wel, maar ik heb er wel een en het is nuttig. Kan je er überhaupt mee omgaan? Nee, eigenlijk ook niet, maar ik gebruik hem als wekker. Dat is beter. Zo'n iPhone is hartstikke duur en je kan ook gewoon een wekker bij de HEMA voor 2 euro kopen. Ik open de vergadering. Bij deze. Bij deze. Dan is agenda punt 2, heeft het boekenweekgeschenk van 2013 enige kwaliteit? Louis. Nee, jij moet even je mond houden. Ik wil eerst Louis horen wat hij ervan vond. Dat was wel leuk. Het is best spannend. Ja. Nou, waar gaat het over? Over geest. Zogenaamde geest. Die bestaat. Oké. Geest van IJsseldoorn. En die speelt Jan zelf. Om andere kinderen bang te maken. Die maakt kinderen bang. En ik heb mezelf opgepakt omdat er een jongen op die school zit die heel vervelend is. Ja. Het loopt goed af. Maar als je dan zegt... Maar wie zorgt er dan voor hem? Wie voedt hem op? Een man uit de boekwinkel. Nee, een mevrouw en nog een mevrouw en een meneer. Die ene meneer noemt hij mevrouw Octopus. Dat is een mooie naam, ja. Ja. En mevrouw Speldenkussen. Ah, leuke naam. Ja, we hebben last van fruitvliegjes. Ja. Ja. Annemarie, jij hebt het boekje nog niet gelezen. Dat is jou niet kwalijk te nemen, want je hebt het niet van mij gekregen. Excuses daarvoor. Het wordt straks ter hand gesteld en dan heb je het wel gelezen voor aankomende woensdag, hè? Ja. Denk je ook niet? Elke dag. 12 uur. Het is een heel dun boekje, toch? Als je een boek koopt, ja. Wat je binnen 1 dag al uit hebt. Dus je moet zeggen, het is spannend en verslavend, maar je doet het langer. Dat is een betere tekst, hè, voor de cliëntelen. Dan worden ze gulziger. Dan willen ze graag dat boekje en dan kopen ze een boek en dan krijgen ze dat gratis erbij. Oké, nu het volgende punt. Hoe gaan wij de komende kinderboekenweek de verkoop stimuleren? Oh, bedoel je daarmee... Hoe meer klanten krijgen? Nou, meer klanten. Nee, die klanten. Nee, kijk, klanten. Dat ze boeken kopen. Ja. Dat ze gewoon gulzig hier rondscharrelen en met stapels boeken onder hun arm verdwijnen. Ten eerste kunnen Lou en ik kijken naar de kinderboeken. Wij weten bijvoorbeeld leuk wat kinderen nu heel vaak willen lezen. Nee, van lezen. Ja, dan kan je dat bijvoorbeeld bij bestellen. Ja. Dat kan. We kunnen heel klant vriendelijk zijn en dan denken ze, oh wat lieve kinderen, en dan komen ze. En dan komen ze, dat is een goede truc. Of je gaat reclame. Ja, ik ga niet buiten staan, komt dat zien. Nee, dat gaan we niet doen. Nee, dat vind ik zo kinderen, dat gaan we niet doen. We gaan gewoon klantvriendelijk zijn en we gaan goed adviseren met enthousiasme. En dan gaan jullie ook kijken welke boeken er eventueel ontbreken die wij wel moeten hebben. Hij is de opvolger, ja, maar ze zijn kinderboeken week.
directie. En Annemarie. Dat denk ik ook. 2 euro, ja, en een krant. Een agenda hier, een enorme agenda. Dus we hebben eigenlijk helemaal geen tijd voor klanten. Nee, pardon. Nee. Gauw weg. Oké. Oké, adios. Wie blaast de ballonnen? Tom. Ik denk dat ik wel de ballonnen op ga pompen, oké? Yes! Dan ben je normaal. Jij moet voetballen? Yes. En zij moet ook, ze hebben ze opgehaald. Goed, die ballonnen doe ik wel. Na, wat heb ik er weer druk. Dan krijgen we het werkrooster. Krijg nou de hik. Moet je woensdag ook wel voetballen? Hoe laat moet je dan voetballen? Ik moet 3 keer in de week voetballen. Krijg nou ook de hik. Ja, dat vind ik ook. Ik zit en in de D2. En waar zit u in? D3. Weet je, dames en heren, het is echt helemaal geen ene reet. Ik wil gewoon weten wanneer jullie hier zijn woensdag. Nou, ik kan. Ik had met een vriendin afgesproken, maar ik zeg dat gewoon lekker af. He, eindelijk. Nou, dan zeg ik gewoon af dat hij gewoon met zijn eigen ouders neemt. Kan ik helpen, heren? Ja, ik zoek een fictieboek van de Assassin's Creed reeks, geschreven door Bowden, met een B, B-O-W-D-E-N. Bowden, en welk, wat is het, Nederlands of Engels? Engels, en het is uitgegeven door Penguin Publishing. Ja, dat vind ik goed, maar Bowden, wij hebben een hele kleine Engelse sectie, ja? Dus je moet even naar Waterstone of American Bookstore. Waar zitten die? Die zitten in de richting van einde van de Leidse Straat, links bij het spui daar. Oké, toch, dan wel. 2 winkels, graag gedaan. Concurrentie. Nee, collega's. Moet je niet aanraden, concurrentie? Jawel, het zijn collega's, die help je wel, hè? Nee. Dat is echt mijn concurrent. Welke winkel is een concurrent? Atheneum. Ja. Dat is een collega. Nee, ik bedoel die met die puk van de plettenvet karretje daarvoor. Is dat een kinderboekenwinkel? Ja. Goed, daar hebben we het verder niet over. Een volwassenen boekwinkel. Ik wil een papiertje hebben, dan maak ik hier een rooster waarop ik kan zien wanneer jij en jij hier komt. Oh, dus schrijf voor woensdag kom ik om 1 uur en ja. Kom ik donderdag kom ik... Ja, tot het tijdstip erbij, hè? Dus van woensdag kom je van 1 uur en hoe laat ga je dan weer weg? Ik vind wel 5 uur. Nou, daar moet je even over nadenken. En dan moet je even met jullie papa en mama even doornemen of dat klopt. Hallo, wat is de afspraak dan? Jullie komen woensdag met een papiertje met de dagen wanneer je komt en wanneer je weggaat. En sommige dagen zal je niet kunnen. Kan, hè? Sommige ik dagen. Ik kan donderdag niet, dan heb ik training. Nou, hier, heb je de ellende al. Of bijvoorbeeld, ik weet niet of ik donderdag ga trainen. Ja, maar dat ga je dus doornemen met je papa of en of je mama. En dan komen jullie woensdag met een papiertje, allebei. Annemarie? Louis? Maar kan ik dan niet gewoon mijn agenda meenemen en vertel ik het aan jou? Luister kinderen, wat leren jullie op school eigenlijk? Een beetje intelligent nadenken of niet? Zit dat er niet in bij jullie? Oh. Nou, ik moest een intelligentietest doen. Nou, en wat kwam daaruit? In Zaandam. In Zaandam? Ja. En ben je daar, en heb je die test gedaan? Ja. En toen bleek? Hele slimme meid. Op de toekomst voorbereid. Met woensdag om 1 uur tot zo lang. Donderdag kan ik niet. Vrijdag kom ik om 3 uur tot zo lang. Ik ga naar breakdance. Breakdance? Ja. Breakdance? Ja. Het moet er niet gekker worden. Ik zit op voetbal, tennis en breakdance. En wat is breakdance dan, mevrouw? Is dat een beetje dansen met op de vloer en zo, een beetje heen en weer tollen? Ja? Nee, zo simpel is het niet hoor. Oh. En dan is hij? Nee, wel niet. Kan je al wat of is het een beetje onzin? Ja, maar niet op deze vloer. Dat het... Nu gaan we over naar het volgende. De salaris. We hebben nog 4 minuten. De salaris. 3 minuten. De salarisvaststelling. Oh, salaris. De salarisvaststelling. Oké, kinderen. Wat achten jullie als reëel als salaris? Per uur 5 euro. Heb je al 20 euro? Heb ik woensdag al 20 euro? Ja, geen sprake van. Je krijgt per uur uitbetaald in boeken. Ja, dat bedoel ik. Nou, dat is heel leuk. Dat is heel leuk. Maar hoeveel kregen jullie vorig jaar? 50% per uur. Wat?
Oh ja, ik kreeg meer. Dat kan niet. Jawel, ik kreeg meer dan Louis. Ja. Echt waar? Ja. En waarom was dat? Maar dat kwam ook omdat ik ouder ben en de boeken die ik lees zijn duurder dan de boeken die hij leest. Ik krijg altijd niet zo'n 1 euro en hij is 50 cent of zoiets. Ik heb 5 cent. Dus nu maken we ervan 1,50. 2 euro. De lonen gaan omlaag, zoals je weet, in Nederland. Ja. Het is crisis, maar misschien niet in een boekhandel. Nee, in deze winkel is het geen crisis, maar we moeten ook wel op de kleintjes letten. Ja, een krantje afrekenen. Hoe moet ik het doen? Ja, ik kom hier wel even. Ja. Ja, hallo. Ja. Ik heb een dankjewel. Tot ziens. We zijn bijna klaar. Het is als volgt. Ik stel voor het salaris met een kwartje per uur te verhogen. Een kwartje? Oh, dat is een kwartje ook 10 cent. 25 cent. Nee, dat is 10 cent. Dus een kwartje is 25 cent. Ja, dat is 5 cent. Nou moet ik nakijken wat jullie vorig jaar verdienden. Dan heb ik dus 1,25 en hij heeft 75 cent. Wat vind je daarvan? Prima. Ja, jongen. Nou, dat is fijn. En dan heb ik de rondvraag, want het is tijd bijna. Hebben jullie nog wat vragen? Waarom niet dit? Omdat dan ik niet kan. Oh, morgen is het nog geen kinderboekenweek, dames. Dat zei je donderdag? Donderdag wel. Vrijdag ook. En zaterdag ook. Oh, zondag? Zondag zijn we gesloten, want dan gaan we naar... Yes. Dan gaan we naar of de knoppen. Het bos of de heide of ter kerke. Ja, oh, voor gelovigen. Gelovigen gaan naar de kerk en heidenen gaan naar de hei of naar het bos. Maar en we gaan niet winkelen. We gaan niet. Op zondags gaan we niet winkelen. Jawel. Waarom